Mark, welkom. Wat fijn dat je, dat je in mijn show bent. Dank je wel. Want, uh, oh oh, wat een spannende tijden voor jou hè? Een beetje een achtbaan op het uh, moment. Mooi, mooi. Ja, ja. Dus, uh... Nou, ik waardeer het enorm dat je toch echt uh, nou, de moeite genomen hebt om hier te gaan zitten. Uh, tijdens ons voorgesprek vertelde jij dat je eigenlijk al vanaf je achttiende in de kunst zit. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik ben begonnen. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. Ja. Uh, wat langer over gedaan dan normaal, dus zes jaar. Maar dus, uh, en daarna heb ik dus eigenlijk altijd in de kunstwereld uh, gewerkt. Dus ik heb uh, Sodobies uh, gewerkt en van stagiair tot algemeen directeur hier van Sotheby's Nederland en uh, Frankrijk en nog Engeland. En uh, ik heb een galerie gehad en nu, uh, en nu de, de pan. De pan, ja. En, en je vertelde mij ook dat je altijd al iets commercieels wilde doen. Toch? Met nou, met toen ik kunstgin is, toen, toen zei mijn vader ook: van, van ja, maar wat ga je daarmee daar doen? Ja, want iedereen ging bij jullie rechten studeren. Rechten toch? of economie, bedrijfskunde. Ja. En ik heb in Groningen gestudeerd. dus ja. iedereen ging, ging dat doen. Dus mijn vader zei: van dat is prima. Maar, wat ga je dus, doen? Er moet wel even, even een plan zijn. Ja. Maar ik wilde ook wel: van het leek me leuk om echt een, een expertise op te bouwen. En ja. echt het, een, een handel. En, dus dat heb ik ook, dan ook echt gedaan. Dan heb ik heb gewoon alle vakken zo gevolgd dat ik op een gegeven moment het taxateur van, van 19e eeuw schilderijen ben geworden. Dat ik gewoon echt op waarde kan schatten. En dat ik dus ook, ja, op een gegeven moment ook veilingmeester, maar ook gewoon echt taxateur van, van schilderijen. En dat ik dan ook gewoon echt de commerciële. Ik had niet zoveel zin om echt een museum in te gaan. Ik ben niet echt zo'n onderzoeker, maar wel nee. gewoon echt het, 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 het commerciële. Ja, en in 1996 ben jij als een van de eersten. Heb je de stap de sprong gewaagd naar het verre oosten? Je bent toen in Hongkong gaan wonen. Wat, ging ja. je daar, wat was het plan daarachter? Geen plan. Wat oh. dus zijn dus, de beste plannen? Ja. Ik ging met mijn vriendin, nu mijn vrouw, gingen we daar met een enkele reis zijn we naar Hongkong gaan. Hadden we een uh, enkele reis gekocht met Air France. 5000 pond spaargeld. En dan dachten we van, nou, daar kunnen we een jaar, jaar mee uitzingen. Nou, dat was na twee maanden volgens mij op. <laughs> en, um, maar toen heb ik daar, ik heb hard genetwerkt en ik heb daar. Maar hoe deed je dat dan? Nou, ik had dus, door, door Je ik had, had, had helemaal geen netwerk daar, toch? Nee, helemaal niet. Dus je moest van scratch aan, ja, moest je daar iets, iets opstarten. En het gaat daar wel makkelijk als je daar als een soort expert. Ik was geen expert, maar wel gewoon, laten we zeggen, een buitenlander daar. Ja. Dus wat had ik gedaan? Ik had van die naamkaartjes gemaakt. En op de voorkant had ik mijn naam en faxnummer opgeschreven, want Dat was toen helemaal geen e-mail. Nee. En op de achterkant had ik mijn CV. In lettergrootte drie, helemaal verkleind. Oh jee. En ik ging naar al die borrels. En ik ging gewoon naar elke wolkenkrabber toe. Uh, met mijn vriendin, en dan ging ik, of mijn, mijn vrouw. Dus dan. En dan gingen we gewoon kijken, oké, okay, de British Chamber of Commerce of de Canadian Chamber. En dan gingen we gewoon naartoe. En dan ging ik gewoon netwerken. Dus ik, oh, nee. dus ik gaf aan iedereen met twee handen zo'n kaartje. Ja? En de mensen zeggen: Ja, maar ik kan dit niet lezen, wat er op je kaartje staat. <laughs> en dat gaf ik dan met een zo'n klein vergroot glaasje van de formaat van een creditcard. Dus iedereen zat zo mijn cv te lezen. Wow. Niet echt een indrukwekkende cv. Nee. Ik had... Maar dit was natuurlijk een hele leuke Maar het was een leuke klinic, opening. Ja. Dus ja. iemand zei van jeetje, bent wel, dat is wel, wel... Wel commercieel. En toen heb ik met een Nederlander, lang, heel lang verhaal kort, een Nederlander die wilde, die had zijn bedrijf verkocht, veel geld verdiend en die wilde een galerie beginnen. En die vroegen mij, weet je veel van kunst? Ik zeg, waanzinnig veel. En hij zegt, zijn we in Ritz-Carlton, hebben we daar de grootste kunsthandel in Europese kunst opgezet in Hongkong ja. in 1996. En toen zijn we, we hebben we vier jaar gedaan. Jeetje, wat is dat leuk. Oh. En is de kunst in het Verre Oosten, is dat anders dan hier in Europa? Wordt dat anders benaderd, anders ingekocht? Ja, het is nu begint... En aangekocht? In, nee, ja, nee, maar het is begint nu wel een beetje meer dat ook een beetje westerse zaken worden gekocht. Maar ja. je merkt gewoon, zeker in China, maar ook in Hongkong dat mensen dus eerst daar hun cultuurgoederen gaan terugkopen. Eigen of terugkopen gaan... Als je veel geld krijgt, wil je eerst waar je de meest grote band mee hebt. Dus oh ja, waar je de meeste affiniteit mee hebt. De meeste affiniteit. Ja, dus je, dus eigen... je eigen cultuur en de ja. Chinese porselein. Want natuurlijk heel veel is weggehaald uh, uh, na de jaren 50. En dat wordt nu, hebben ze ineens veel geld, kunnen ze allemaal terugkopen. Um, dus er was wel een andere smaak. En grote namen doen het daar goed. Dus we hebben daar Picasso en Warhol oh ja. en dat soort dingen voor. ja. ja. Um, en je hebt uh, nou ja, alle kanten van de kunst gezien. Van een veilinghuis als Sotheby's in Amsterdam. En Frankrijk. En jij was de eerste Nederlandse veilingmeester in Frankrijk. Klikker. Nog steeds voordat ik. Ja. Dus de, dat heet commissaire Priseur. Dus ik ben een officieel Franse. Mag ik doen? Dat is allemaal veel strikter daar in Frankrijk. Dus ik, mag nu, dus ik heb daar veiling ook veel in Frankrijk gedaan. En, uh, dus uh, ja. En uh, uh, kun je iets... Ver... Nou, je, je bent, je, hè, wat je allemaal gedaan hebt, ben je uiteindelijk bij de pan uh, terechtgekomen. Dat doe je nu sinds, uh, met heel veel succes sinds twee jaar. Uh, hoe ben je daar terechtgekomen, Mark? Um, ja, daar ben ik voor benaderd. En het was ook van zij... Dus de pan werd vroeger altijd georganiseerd door Tefaf. De grootste ja. internationale beurs die in Maastricht is. Ja. En wij zijn de grootste nationale beurs. Ja. We zijn tegelijk eigenlijk begonnen. We waren vroeger groter dan TFAF. En op een gegeven moment is er gezegd: van ja, maar dat is ook weer 30 jaar geleden of zoiets. Toen heeft de tegenwoordig gezegd: is het niet makkelijker als wij jullie organisatie gewoon doen en jullie betalen onze management fee? Nou, op een gegeven moment is TFAF zo groot geworden en internationaal ja. dat ze hebben gezegd: van nou, de PAN-deelnemers hebben gezegd: willen een eigen gezicht hebben. En toen ben ik daarvoor benaderd. En is het zo dat als je voor, bij zo'n expositie dat je dan benaderd wordt? Of mag je ook gewoon, ja, ik noem maar wat, solliciteren? Nee, in dit echt, geval ben ja? ik echt benaderd. Maar voor mij is er een sollicitatie voor uitgeschreven. Maar nee. Dus ik heb. Ik werkte toen, ik was de directeur van de galerie, oude Galerie van Picasso in Parijs. En daar had ik het wel een beetje daar had ik het gezien. Ik wilde, weer, ik wilde wel iets weer doen in Nederland. Ja. Dus ik had al wel wat gesprekken een beetje gehad dat ik. Um, ja, en op het gebied van de commerciële kunsthandel. Er zijn geen veilinghuizen echt meer in Nederland, of nee. wat kleinere. Maar als je zegt van de pan, ja, dat is waanzinnig leuk. Ja. Dus dat ja. dacht ik. Dus ik heb daar wel ook al een beetje mijn naam neergelegd, 2,5 jaar geleden. Ja, dat, dat, dat begrijp ik. Maar kun je me ook vertellen wat, een, wat voor soort kunstbeurs de pan is? Ja, ja, dus wat we zeggen is dat die kunstbeurs, en mensen kunnen het zien vanaf uh, vanaf morgen met de opening, maar het is dus. Wat wij noemen een eclectische beurs, dus echt van oude kunst tot hedendaagse kunst. Dus we hebben 110 deelnemers, ja, dat en daarvan is de helft modern, hedendaags design, ja. fotografie. Ja. En de andere helft is, we hebben negen juweliers staan, we hebben horloges, we hebben er zelfs een Ferrari Daytona staan, we hebben oude meesters, een stuk of vier, vijf galeries met echt oude, mooie oude meesters, de allerbeste 19e eeuw die je kan voorstellen, dus de Haagse School en. Um, dus We hebben zo'n ruim aanbod. We hebben van Delfts aardewerk tot Chinees porselein. Dus het is een... een enorme diversiteit. Eigenlijk. Ja, dus we zijn ook echt een, een, een nationale algemene kunstbeurs. We zijn niet een hedendaagse, zoals Art Rotterdam is de grootste, echt hedendaagse beurs. Ja. Wij zijn het beste van, laten ja. nou, we zeggen, van elke gebieden die, ja. daar, die daar staan. Met, uh... nou, nou zijn er natuurlijk heel veel uh, soorten kunst, hè, wat je vertelde, contemporary, contemporary art, ja. oude kunst... Um... Hoe, hoe die synergie, hoe, hoe, hoe maak je daar één geheel van? Dat lijkt me best wel een klus. Ja, en dat, dat is eigenlijk ook wel, wil je daar niet te veel in sturen? Dus wij, die stands die de deelnemers krijgen, die moeten dat ook wel gewoon zelf doen. Het is ook niet zo van, kijk, het is niet zo dat het één heel groot organisch geheel is. Het zijn natuurlijk wel stand na stand. Ja. En, uh, dus wij doen ook gewoon echt van, het is uh, zilver naast uh, hedendaags. En ja. uh, daar zie je nog wel in één keer een verschil, maar dat is juist ook het leuke... En je merkt ook een beetje dat de bezoekers, de moderne kopers, die worden een beetje hun eigen soort interior designer. Oh ja. Ja. Dat ze zeggen van ah, het is wel hartstikke leuk om bijvoorbeeld te zeggen van ik wil in een moderne interieur vind ik ook wel mooi om zo'n mooi klein oude meesterje oh ja. te hebben. Ja. Ja. En wat ja. gewoon helemaal past. En ja. dat is eigenlijk ook in de beurs. En uh, je zult het zien als ja. je er bent, um, dat het gewoon een enorme, uh, enorm scala is. En dat het op een gegeven moment is van, van ja, je het, het oog. Mixed op een gegeven moment alles. Ja, leuk. Ja, het is 10.000 vierkante meter wat gevuld wordt aan prachtige ja. kunst. Ja. Um, je vertelde net al iets, hè, het woord eclectisch liedje vallen. Uh, wat is het thema van, van PAN nu? Ja, dus dus echt die een... verschillende, uh, hier surrealistisch beeld voor ja. PAN. Ik, uh, ik zie oh, dat is goed dat je daarbij pakt. Ja, maar dus ja. in principe hebben Kun je we nooit... daar iets over vertellen? Ja, dus in principe hebben we nooit echt thema's ervoor. Het is meer nee. dat we een soort campagnebeeld hebben. Ja, ja. En dus dit, wat je nu, dat beeld wat je daar links ziet. Um, ja, dat is ook van de flyer. hè? Dat is van de flyer. En dat ja. is dus echt het campagnebeeld. Ja, ik vind het een prachtig. Beeld. Ja. ja. En wat wij dus wij hebben, dus met Pierre Audi, de bekende uh, theaterman uh, 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 van de van uh, 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 Nationale Opera. Um, die had dan een idee van, luister eens, wat is nou de kern van PAN? En dat is ook van eigenlijk, we zijn natuurlijk eigenlijk ook. Uh, uh, circulaire economie, want het wordt natuurlijk allemaal, allemaal gerecycled. Het is natuurlijk allemaal veel, veel kunst en het wordt allemaal ja. weer... Um, en dat hij ook zegt, uiteindelijk komt kunst ook uit, uit voort, uit vier elementen. En dan zie je bijvoorbeeld het glas, het steen, het, het metaal en hout. Ja. Uh, het zijn niet de vier elementen, maar nee. dat je zegt van... En dat heeft hij aan het kunstenaarsduo, dat heet Maria Bodil. Dus dat is uh, Lieve Eek en, uh, en Marten Vos... En die hebben dat omgezet, zijn idee, in een hedendaags kunstwerk. En, en ik, wilde, ik zei ook tegen Pia Audi, ik wil van de pan, is... Wij doen alle soorten kunst. We zijn dus echt gewoon van verzamelen. We zijn, het gaat om het verhaal. Maar ik wil ook dat het lekker fris is. Dus, dus dat campagnebeeld is dus een samenwerking van Pia Audi en het kunstenaarsduo... Maria Baudil. En daar is dit uitgekomen. Dat is precies Prachtig. wat ik ook eigenlijk wil. Dus als je dat ziet, het is een heel mooi beeld. Ja. Maar het is speciaal voor ons gemaakt. En die andere, dat zijn dus extra ondersteunende beelden. die we ook laten zien op de heel pan. Heel Mooi. Doet me een beetje aan Dali denken. Ja. Nee, niet, ja het is goed ja. dat je dat zegt maar nee, dus ja. dat is dat mensen dat zeggen maar dat is meer toeval maar dat is wel een beetje van oh dat is ja, mooi het is meegenomen heel herkenbaar voor... is het maar van. dat was ook niet hun intentie nee, maar, maar meerdere mensen zeggen dat ja um, je wilde op de, he, dat vertelde je ook tijdens het voorgesprek dat er meer diepgang je wil meer diepgang in uh, met de man ja. nou dat uh, dat dat doe je al middels uh, workshops toch die uh, ik... Ja, pan-podium-workshops, rondleidingen. Ja. IMC dus. Weekend School voor Kindertjes. Hè? Ja, die komen er zondag bij, tussen kunst ja. en kids. Ja. dus dat, We gaan we echt een soort speurtocht doen op de beurs op de laatste zondag. Mm -hmm. En daar worden die kinderen dan, dat je zegt van... Um, een beetje te leren kijken en de lol van... van, van, van weet je, over de waarde van kunst en waar, hoe wordt het gemaakt, ja. waar komt het vandaan? En dat je nu merkt van dat de mensen die naar een kunstbeurs gaan, dat ze het allemaal leuk vinden, zeggen van dat is hartstikke mooi. Maar ik had eigenlijk wel wat meer willen weten erover. Oh ja, ja. Dat we nu zeggen van oké, okay, uh, is een grote kans natuurlijk dat we de komende week misschien wat minder borrels zullen hebben. Ja. Maar dan gaan we gewoon meer kunst kijken, toch? Ja, nou. Is dat niet het concept, toch? Van Precies. de pal? Precies. En uh, uh, dat vond ik zo mooi, wat jij mij toen ook vertelde. Hè? Want ik vroeg aan jou, wat is kunst? Nou ja, dat, daar heb je natuurlijk al. Die vraag heb je al duizend keer moeten beantwoorden. Maar wat jij mij toen vertelde, is als mensen kunst kopen. Wat je dan dat is jouw advies. Je moet iets kopen wat je mooi vindt. Waar, waar je een, een symbolische, uh, wat voor jou iets symbolisch ja. is, toch? Ja, het zijn natuurlijk het zijn, het zijn een paar dingen van wat is kunst en dat ze hebben zo'n standaard opmerking. Ja. Is van, kunst is, als de kunstenaar zegt het is kunst, is het kunst. En dan is het van is het goede kunst of niet. Nou, dat is weer een hele andere. Maar in principe kan iedereen zeggen van dit is kunst. Dat is prima. Dus ja. dat, is, dat, dat is gewoon de. Ja. En dan is van wat moet je verzamelen of wat moet je kopen. Kijk, als er mensen kwamen vroeger in de galerie of bij Sotheby's toen ik daar zat, die zei van. Uh, ja, en die kijken dan rond en zeggen van... wat moet ik nou kopen, wat is een goede investering? Dat je denkt van, ja, maar wat vind je mooi? Ja, maar vertel eens, ja. is er nog iets... Eerst kijken wat je mooi vindt, dan gaan we dan eens eventjes zoeken... wat, wat ja. misschien goed bij je past of iets. Dus dat is ook van, je moet daar een klik mee hebben en... Dat je kunst moet. Je moet daar, de hele, je moet daar lang mee, mee, mee leven. Je moet ook niet meteen ja. willen verkopen. En nee. dat je gewoon elke dag dat je plezier geeft, dat je naar kijkt en het geeft ja. je lol. En dat je er een herinnering aan hebt. Ja, en of het nou is misschien, misschien is het een stuk uit de familie. Misschien ja. is het iets dat je op vakantie hebt ja. gekocht. Of misschien ja. op de pan hebt gekocht ja. Ja. Met je eerst spaargeld. Nou ja, uh, je hebt zoveel gedaan. Dit is helemaal nog niet je eindstation. Heb je nog meer ambities? Ja, en ik zou eigenlijk. Nou, ik bedoel, ik wil dit nog wel een paar jaar doen. Weet en, en, um, en ik denk dat ik op een gegeven moment uh, iets in de culturele hoek. Maar ik zou ook wel eens een keer een museum toch willen doen, maar dat is wat, ja. wat, wat, wat later. Dat zou ik het toch wel leuk vinden. En dan een beetje het commerciële museum uh, weer een beetje op uh, oppeppen. En dan heb je gewoon eigenlijk alles gedaan? Ja, dan, op, dan heb je wel een hoop. Heel uh, veel gedaan op het ja. kunstgebied. Nou, wat ik iedereen aanraad om uh, dit weekend te doen, uh, Mark, dat is uh, ga de pan bezoeken. Het is vanaf 14 november geopend, ja. hè, geloof ik. Ja. Ja. ik. Kijk even op de website van uh, hoe het allemaal gaat met uh, welke ja. openingstijden. Ja. En, en alle coronaregels, alles wordt uh, in acht gehouden. Ja. Dus, uh, Want we zijn inderdaad, dat is wel goed om te zeggen, we zijn dus een doorstroomlocatie. Dus we zijn geen evenement, doorstroomlocatie ja. met vier meter brede gangpaden. Ja. Corona-check, uh, muren van, we noemen dat uh, tot, uh, tot 10 ja. mega. Dus het is enorm veilig. Ja. En... Nou, jongens, uh, met z'n allen naar de pan. Precies, dankjewel. Dankjewel, Mark. Dankjewel. dankjewel.